Saman en Repwar komen naar Duitsland vanuit Irak. Ze wonen in Berlijn-Spandau, hebben een dochter en een zoon. In de herfst van 2019 gaan ze uit elkaar, waarschijnlijk na een ernstige gewelddadige relatie. Ongeveer 2 maanden later lokt Repwar zijn vrouw in een hinderlaag en steekt haar meerdere malen in de hals. Buren vinden de zwaar gewonde vrouw onder het bloed en bellen de ambulance. Saman sterft in de kliniek. De dader geeft zich aan op een politiebureau. Hij is bekend bij de politie. Er zijn aanklachten wegens huiselijk geweld en verkrachting van de vrouw en er is een contactverbod. Repwar komt uit Erbil, de hoofdstad van de Koerdische regio in Irak. De Berliner Zeitung noemt eer als mogelijk motief. Na de scheiding had de vrouw haar hoofddoek afgedaan om een zelfgekozen leven te leiden. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eerwraak. Abonneer je op ons kanaal. Onderzoek eerwraak.